Van der Jetten, ik heb u 3 keer gehoord. Het woord is aan de Jetten. Voorzitter, over diezelfde omvolkingscomplottheorie schrijft het CIDI, dat is de Organisatie voor Joodse Nederlanders, de omvolkingstheorie begint bij hondenfluitjes voor mede-antisemieten, maar heeft nu al tot meerdere dodelijke terroristische aanslagen geleid. Zou de heer Schoof mij met zijn ervaring bij de veiligheidsdiensten kunnen uitleggen wat een hondenfluitje is? Meneer de voorzitter, volgens mij is een hondenfluitje bedoeld om af te richten. En een hondenfluitje in de context van gevaarlijke ideologieën en extreme groepen die in de samenleving plaatsvinden, verharding van het debat. Wat is in die context een hondenfluitje? Een hondenfluitje is datgene dat je zeg maar mensen oproept en daarmee africht om specifieke dingen te doen, al dan niet geweld te gebruiken, et cetera. In die context worden deze woorden daar gebruikt. Afrondend. Helder, voorzitter. En is de heer Schoof dan met mij van mening dat we zojuist getuigen waren van zo'n hondenfluitje? Ik heb net tegen de heer Baudet gezegd datgene wat ik erover gezegd heb. De heer Baudet. Ik maak even een persoonlijk feit, want ik word hier aangesproken door de heer Jetten. Volgens mij is de heer Jetten degene die complottheorieën hier verspreidt, want hij vermoedt allerlei geheime bedoelingen en agenda's achter een eenvoudige constatering en een eenvoudige vraag. Overigens een vraag waarop ik ook nog steeds geen antwoord heb gekregen, waar ook in de AIVD en NCTV-rapporten nergens wordt uitgelegd wat dan de complottheorie zou zijn. Anders dan de eenvoudige observatie dat er massa-immigratie is geweest en dat elites over de hele linie in de westerse wereld dat hebben toegejuicht. De minister continueert. Ja, meneer de voorzitter, volgens mij blijf ik gewoon herhalen. Ik heb me aangesloten bij datgene wat de AIVD en NCV erover hebben geschreven. En volgens mij zit daar geen woord Spaans bij. U gaat verder. Dan zou ik graag doorgaan met betrekking tot het regeerprogramma. Want er zijn ook een aantal vragen over gesteld. Sommige specifiek, meer algemeen, andere.